Is er u een Priootje 1, heette dat inbraak? Op de Lindenlaan, 2 personen weggelopen richting de Kastanjelaan. Een grote politieoefening in Woerden. In de strijd tegen het stijgend aantal woningenbraken werd een heterdaadoefening gestart. En de politie pakte daar groots mee uit. We hebben daarbij een heli gebruikt. En vervolgens de burgers attent gemaakt middels Burgernet en WhatsApp wat er loopt in Woerden. Door de inzet van de politiehelikopter valt de oefening goed op. Via Burgernet, waar ongeveer 10% van Woerden op aangemeld is, komen al snel de eerste tips binnen. Ook worden nieuwe middelen ingezet. Zo worden burgers betrokken via WhatsApp-groepen. Hier in Molenvliet lopen nu 19 WhatsApp-groepen. En die gaan we in ieder geval in kennis stellen dat zij het doorgaan geven waar de persoon zich bevindt. En het heeft nut, want al snel wordt een eerste dader gepakt. Zelfs sneller dan in de oefening de bedoeling was. De politiehelikopter speurt korte tijd later met knap speurwerk een tweede verdachte op. Liggend in een parkje naast de schutting. De collega's op de grond. Wij vinden die verdachte mogen missen bij de zaad. De heli is wat ons betreft gewoon een ideaal middel. Die heeft alle middelen aan boord om te gaan zoeken. Ik sta nu naast de schutting in het parkje. Kan de heli mij zien? Door middel van warmtebeeld kan u hem keurig eruit halen. Dus dat werkt perfect. Ja, ik zie u staan. Als u nu richting de heli loopt. Dan gaat hij ook richting de verdachte. De motorrijder, waar nu een collega bij komt, rijdt ons. Ja, we zien nu bij de motorrijder 2 collega's staan, rijdt ons. Als die zodanig richting de heli lopen langs het park, dan komen die bij de verdachte. En dan kan die collega die bij ons het park staat, denk ik, ook de richting van de motorrijder opkomen. En dan die eerst gewoon door. Heb je hem al? Eind goed, al goed. 2 nepboeven achter slot de grendel. En veel bekendheid voor Burgernet en het feit dat burgers en politie goed kunnen samenwerken via WhatsApp. Op onze website kan je lezen hoe je voor jouw buurt of straat een WhatsApp voor buurtpreventie kan oprichten. En deel kan nemen aan Burgernet.